onder de veilige voorraad te gaan. Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat nu wel toch een beetje boven de markt hangt, is... Wij krijgen ook de adviezen te zien die de minister heeft gekregen. Een deel daarvan wordt ook gedeeld met de Kamer. Maar de vraag die boven de markt blijft hangen is: welk advies heeft nou het zwaarst gewogen? Of door wie heeft de minister nou het besluit genomen om eigenlijk het totaal tegenovergestelde te doen dan het merendeel van de adviezen die er lagen? Wat heeft daar nou voor gezorgd? Of wie, voorzitter? Het geheel is mijn verantwoordelijkheid. En het geheel aan advies. Ja, maar voorzitter, dit is voor de Kamer ook te ingewikkeld. Want als wij met de minister in debat willen, ook over de afwegingen die zij maakt als het gaat om een crisis. En ik heb ook terecht, wat mij betreft, de vraag gesteld: hoe gaat deze minister acteren bij een volgende crisis? Als de Kamer niet weet wat nou de afwegingen zijn geweest om tot dit besluit te komen. Ja, dan wordt dit wel een heel ingewikkeld debat en hou ik ook een beetje mijn hart vast voor een volgende crisis. Dus nogmaals, wat of wie gaf nou de doorslag? Ik heb u al een aantal keren een hele opsomming gegeven van de feiten die voor mij de doorslag hebben gegeven. Maar ja, dat antwoord, dat wil u niet. Ik heb u gezegd, de 100.000, de veilige voorraad, komt voort tweeledig. Eén als het gaat om de herintroductie van het virus. Anderzijds als het gaat om een eventuele dreiging. Een dreiging van bewust terugbrengen van een pokkenvirus. Die situatie speelt in Europa ook. En ook daar moet ik rekening mee houden. Dus ik moet niet alleen rekening mee houden dat je moet bestrijden aan de bron. Ik moet ook rekening mee houden dat er meer dreigingen spelen in Europa. Daarnaast heb ik mevrouw Paulusma ook gezegd dat ik ben voor bestrijding aan de bron en er ook blij mee ben dat het Afrikaanse continent een half jaar vooruit kan met alles wat er nu al uit voorraad aangeboden en toegezegd is. En dat geeft ons de tijd om ook de veilige voorraad op orde te brengen. En ik kan dan ook toezeggen aan mevrouw Paulusma dat op het moment dat we ruim boven die veilige marge zitten, dat wij ook kunnen overwegen om te doneren. Maar dat is het moment. Ik heb nog geen leverdatum. Ik heb nog geen zicht. Alles is omgeven met onzekerheden. Daar kan ik ook niet veel aan doen. Afrondend, zeker, voorzitter. Want de minister geeft aan dat ik dit antwoord niet wil. Nee, de minister wil geen antwoord geven op mijn vraag. Want ik heb nu in twee varianten specifiek aan de minister gevraagd: wat of wie gaf nou de doorslag? En dan ga ik het toch een beetje ongemakkelijk maken. Want er is een ministerie, er is het RIVM, er zijn een heleboel andere partijen betrokken op dit dossier die de minister adviseren. En ondertussen lees ik ook in de krant dat minister Agema tegenwoordig Maurice de Hond meeneemt naar allerlei bijeenkomsten of zich op wat voor manier ook door hem laat adviseren. Ik vind het wel belangrijk om te weten welke rol en of hij daar een rol in heeft gehad, want de minister geeft nog steeds geen antwoord op mijn vraag wie of wat nou de doorslag had gegeven. Wauw, voorzitter, wat een beschuldiging. Beschuldiging, het is een vraag. Het woord is aan de minister. Zo. Ik vind Maurice de Hond bijzonder inspirerend als het gaat om artificial intelligence. Daar is hij ook een voorloper in. En ik heb hem dan ook uitgenodigd bij een inspiratiesessie over artificial intelligence. En dat was een hele leuke sessie. En hij heeft heel veel opgeleverd ook voor het regeerprogramma. En dat was het. En daarover heb ik contact met hem gehad, over artificial intelligence en nergens anders over. Ik heb met geen enkele politicus, even alle valse beschuldigingen hier maar even afronden, contact gehad. Ik heb contact gehad met mijn ambtenaren. Ik ben geïnformeerd door alle professionals. Ik heb verantwoordelijkheid en ik heb een afweging gemaakt die mevrouw Paulusma niet deelt, maar waar ik wel voor sta. Ik heb u 4 keer gehoord, mevrouw Paulusma. Kunt u het in 1 zin zeggen? Heel kort? Heel kort. Kijk, de minister geeft aan dat ik hier het een en ander loop te beschuldigen. Dat doe ik helemaal niet. Ik stel nu meerdere malen, en misschien zou de voorzitter daar dan ook een bijdrage aan kunnen leveren, de vraag: wie of wat gaf nou de doorslag? Ik maak mij zorgen over dingen die ik in de krant lees, maar ik kan dus nu concluderen dat Maurice de Hond geen invloed heeft gehad op de besluitvorming rondom het wel of niet doneren van mpox-vaccinaties. Nee, dat zou echt belachelijk zijn. Hij inspireert me als het gaat om artificial intelligence. Daarin is hij een voorloper. Ik heb hem uitgenodigd bij de inspiratiesessie. Dat was fantastisch die middag. Die was heel inspirerend. Heeft ons heel veel informatie gegeven voor het onderdeel wat in de zorg heel belangrijk is. Namelijk met behulp van artificial intelligence de administratietijd omlaag brengen. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. We hebben geen enkel contact gehad over mpox.
Een punt van orde van de heer Klaassen. Ja, voorzitter. Ik heb in de stukken over dit onderwerp niks gehoord over de persoon waar nu wordt over wordt gesproken. Het gaat over AI. En mijn punt van orde is, en ook de vraag aan de voorzitter, is het oké om het over een persoon te hebben?